gemeente Arnhem heeft donderdagmiddag een intentieovereenkomst getekend met de curator van Fanos. Dat is de eigenaar van meer dan de helft van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. In de overeenkomst is vastgelegd dat de curator het komend jaar op basis van de gebiedsvisie van de gemeente een plan uitwerkt voor de toekomstige invulling en het gebruik van het gebied. Er zit weer schot in de zaak. Ja, en daar ben ik blij mee, want we zaten met elkaar in schuttersputjes elkaar te bestoken. En daar ben ik eigenlijk niet zo van. Ik ben gewoon om te kijken hoe kom je met elkaar tot ontwikkeling. Nou, die stap hebben we nu gezet. Heel lang hebben we, ja, laat ik zeggen, toch gediscussieerd, in juridische zin gevochten. En zonder dat we echt een stap verder dichter bij de oplossing kwamen. En nu gaat het opeens anders. En nu kan in goed overleg gaan we een zo mooi mogelijk plan ontwikkelen. En ik hoop dat dat dan ook volledig door de Arnhemse gemeente zal omarmd worden. En dat biedt dan volop mogelijkheden om de grondposities zo goed mogelijk te gelden te maken. Tussen gemeente Arnhem en ontwikkelaar Fanos bestond jarenlang een padstelling door allerlei juridische procedures. Oorzaak daarvan was vooral de tegenstelling tussen de gemeentelijke gebiedsvisie en de ontwikkelingsplannen van Fanos. In mei vorig jaar werd het faillissement van Fanos uitgeroepen. Met intentieovereenkomst doorbreken gemeente en curator deze padstelling. Ja, nou wilde Fanos zelf destijds grootschalige woningbouw plegen. Is dat nou helemaal van de baan? Ja, dat is echt helemaal van de baan. Dat was echt een plan waar het helemaal volgebouwd werd. En dat is, ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Ja, dus er zal zeker bebouwing moeten, want anders dan kan het, dat brengt geld op. En anders kan het gewoon niet, maar dat zal zich beperken tot enige procenten. Er blijft dus meer dan 90% zal groen en strand en water enzovoort zijn. Dus dat wordt een fantastische plek om te recreëren. Ja, de curator heeft een jaar de tijd om dat plan te ontwikkelen. Gebeurt er in de tussentijd niks met het gebied? Jazeker, als gemeente zijn we samen met Rijkswaterstaat bezig om, je hebt waarschijnlijk wel gezien, we zijn druk aan het graven. Ik heb net anderhalf maand geleden met Melanie Schultz, minister, daar de eerste aftrap gegeven. Het gebied moet eind volgend jaar klaar zijn, zodat het afvloeien van het water in de Rijn richting Rotterdam gewoon snel kan plaatsvinden bij hoogwater. Dus dat gebeurt op dit moment. Daarnaast gaan we in het gebied waar Rijkswaterstaat bezig is een heel padenstructuur aanleggen voor fietsers en voor wandelaars. We gaan cultuurhistorisch zoals die is in beeld brengen. Dat betekent niet dat we het Castellum of zo naar boven brengen, maar we gaan op een bepaalde manier verbeelden van hier was het Castellum en al dat soort zaken, daar gaan we mee aan de slag. Dat is fase 1 van het hele plan. Dus we hebben het maar geknipt met fasen die uitkwamen. En bedoeling was fase 2. We gaan kijken wat er op de gronden van Fanos aan ontwikkeling mogelijk is. Nou, en het geluk is nu dat terwijl we bezig zijn met fase 1, de curator zegt, ik wil meteen fase 2 naar voren trekken. We gaan ermee aan de slag. Dat betekent gewoon dat het gebied gewoon snel ontwikkeld gaat worden. Strafinrichting De Berg in Arnhem-Noord, beter bekend als de Koepelgevangenis, is door het Rijk aangewezen als vierde locatie voor de detentie van arrestanten. Vanaf 1 maart tot en met eind 2014 zal de Bajes arrestant uit het hele land huisvesten. Hierbij gaat het om de detentie van onder andere mensen die vervangende hechtenis krijgen in plaats van een taakstraf, verkeersovertreders die weigeren een boete te betalen, of onderduikers die willen ontkomen aan een opgelegde gevangenisstraf of voorlopige hechtenis. En de leden van vakbond CNV Vakmensen bij NXP Nijmegen wijzen het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij de chipfabrikant af. De leden vinden dat het resultaat niet in de buurt komt van de eisen die de vakbonden eerder bij NXP op tafel hebben gelegd. De werknemers eisen een salarisverhoging van 4,5%. Het bedrijf biedt 4,2%. De vakbond FNV is al wel akkoord met het voorstel van NXP. Vitesse-naar Frank van der Struik doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De 28-jarige verdediger is woensdag 19 maart verkiesbaar voor de partij Balans in Bokstel. Van der Struik uit Lennisheuvel staat als nummer 25 op de kieslijst van die partij. Een speerpunt van de partij is sport en daar wil Van der Struik zich wel voor inzetten. Van der Struik is bezig aan zijn zesde seizoen bij Vitesse, waar hij een aflopend contract heeft. Hij speelde eerder voor Willem II.
Zo'n 132.000 basisschoolleerlingen in Nederland hebben donderdag 1 minuut aan de bel getrokken. Daarmee namen zij deel aan een landelijke actie van het Lilianenfonds, waarmee aandacht werd gevraagd voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Ook basisschool voor speciaal onderwijs De Ommezwaai in Arnhem deed mee aan deze klinkende actie. Dat was wel even lekker een minuutje herrie maken, hè? Ja, dat vond ik wel lekker. Want dat mag normaal gesproken nooit in de klas. Nee, dat is zo leuk dat dat nou wel mag, ja. Ja. En hoe belangrijk vind je het zelf dat je naar school kan? Ja, wel heel belangrijk, want je leert veel en ja, je komt later ook beter rond en zo, zeg maar. Want ja, ik vind dat iedereen daar eigenlijk wel recht op heeft. Of je nou blind of kromme rug hebt of gebroken benen of wat dan ook hebt. Ik vind dat iedereen daar wel recht op heeft, ja. In 2000 maakte 189 VN-lidstaten de afspraak dat kinderen wereldwijd in 2015 onderwijs moeten kunnen volgen. Dat millenniumdoel klinkt natuurlijk goed, maar het is wel belangrijk om die afspraak na te komen. En daarom lieten de schoolkinderen donderdag horen dat ook leeftijdsgenoten over de hele wereld recht op onderwijs hebben. Nou, een minuutje herrie maken, daar moeten de kinderen vast heel enthousiast over zijn geweest. Nou, dat wist ik wel van tevoren, dat dat niet zo moeilijk zou zijn. Je moet het wel plannen, want dit zijn geen gewone kinderen. Hè? Dit zijn kinderen met autisme, ADHD. Dus als je dit 's ochtends doet, dan heb je ze de hele dag niet meer in de klas. Maar zo 2:50 dacht ik van, nou, dat gaat vast heel erg leuk worden. Lekker op schoolplein en zonnetje, geen probleem. Nee, dat helemaal. Daardoor waren ze hier ook al wat eerder. En dan, het is wel makkelijk deze kinderen dan wel in de hand te houden. Ja, als het had geregend, dan was het een iets ander verhaal geworden. We waren niet zo enthousiast. In hoeverre hebben de kinderen voor die minuut herrie op school daarmee te maken gehad? Nou, vandaag hebben we overal in de lessen aandacht aan besteed. We hebben wat informatiemateriaal en daar is toch even aandacht aan besteed. Kijk, het bijzondere is, wij zijn speciaal onderwijs. Dus eigenlijk kinderen met een handicap, maar je ziet het niet. Waar ze zelf ook allemaal last van hebben, ook later in de maatschappij. Maar die andere kinderen waar we het voor doen, daar zie je het wel aan. Maar het is mooi om dat bruggetje te maken. Zo van, hey, wij zijn gehandicapt, maar wij komen op voor andere gehandicapte kinderen. Een leuke dag zo. Zeker. Ja, het was al wel een leuke dag, want we hadden de CITO-resultaten thuis of op school gekregen. En dan dit als afsluiting. Nou, dat is niet verkeerd. Dankzij het Lilianenfonds konden vorig jaar meer dan 40.000 kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden naar school of dagopvang of een cursus of training volgen. Door enkele sponsors kan voor elke basisschool die meedeed 1 kind met een handicap in Afrika naar school. En dat betekent dit jaar dus 558 kinderen. Het rechercheonderzoek dat is opgezet na een vondst van een dode man op het industrieterrein Pannenhuis tussen Bemmel en Huissen is woensdagavond rond 7 uur gestaakt, maar is donderdag weer de hele dag voortgezet. Even na 9 uur zag een medewerkster van transportbedrijf Selman het stoffelijk overschot tussen de twee buurpanden inliggen. De politie heeft de PD-unit naar het terrein gestuurd, een mobiele werkplaats voor de recherche, die wordt gebruikt op een plaatsdelict. Met een politiehelikopter is de vindplaats in kaart gebracht. Onder begeleiding van een gewapende arrestatieeenheid is de lege onverhuurde loods naast het lijk ook geopend en onderzocht op de aanwezigheid van een wietkwekerij. De politie doet nog geen uitspraak over het onderzoek. En het lokale CDA rijdt Westervoorters die slechter been zijn naar het stembureau. Lijsttrekkers van de andere partijen zijn kritisch en lovend. Het idee is heel simpel. Druk of draai 06-15-219-221 en je krijgt lijsttrekker Peter Pennekamp aan de lijn. Zeg dat je slechter been bent en wilt stemmen. Pennekamp stuurt dan een CDA'er op pad voor een retourtje stemlokaal. Lijsttrekker Ben Schulte van GroenLinks gruwt hiervan. Raadsleden horen raadswerk te doen en een vervoersdienst hoort daar niet bij volgens Ben Schulte. Het CDA moet maar eens nadenken over integriteit. De SP noemt het een goede actie. Leerlingen van het Wester-Aam-college in Elst hebben donderdagochtend een graffiti-muur beschilderd onder leiding van graffiti-kunstenaar Jeroen Pronk. 4 jaar geleden schreven boerderij Lingezegen natuur- en milieueducatie over Betuwe en parkorganisatie Lingezegen een prijsvraag uit voor de schooljeugd van het Wester-Aam. De vraag was hoe jongeren bij het nieuwe landschapspark betrokken konden worden.
Enkele scholieren bedachten daarop het idee voor een graffiti-muur. Hoe is het om mee te werken aan een graffiti-muur voor Park Lingenzegen? Ja, hartstikke leuk. Elke manier om graffiti beter in de wereld te krijgen is een mooi meegenomen project. Kinderen worden hier op een verantwoordelijke manier in aanraking, komen in aanraking met graffiti. Verantwoord, ze zijn hier zo legaal bezig en komen er waarschijnlijk ook achter dat het wat moeilijker is dan dat er altijd gedacht wordt. Want het is niet zomaar wat verf op de muur gooien. Vind je het ook lastig om te doen? Valt wel mee, maar het is wel even leren. Ja, ik heb nog nooit met graffiti getekend, dus dat vind ik heel leuk om te doen. Dat is echt voor het eerst? Ja, dat is voor het eerst, ja. En netjes binnen de lijnen blijven? Ja, dat is wel heel moeilijk om te doen, maar ja, ik probeer het wel. Het lijkt makkelijker dan het is. Ja, het lijkt wel heel makkelijk, ik dacht, maar het is niet makkelijk. Je was voordat de kinderen kwamen al bezig met een voorontwerp. Wat moet er komen te staan? Uiteindelijk is de bedoeling om Park Lingenzegen erop te zetten. Lingenzegen wordt helemaal ingekleurd met allemaal verschillende kleuren blauw. Park zetten we er als een soort tag, dus een snelle graffiti handtekening zetten we erboven. Om het graffiti nog meer terug te laten komen. En er zou met, qua kleur ook nog gespeeld worden met oog op de politiek? Ja, we hebben inderdaad allemaal verschillende politieke stromingkleuren gebruikt. De rood van de linkspartijen, we hebben blauw gebruikt, we hebben groen, grijs voor de niet-kiezers en geel-oranje voor het laatste segment. Dit is het soort graffiti dat u wel kan waarderen? Ja, ik vind het eigenlijk kunstzinnig. Het hoort bij de jeugd van tegenwoordig. Dat moet natuurlijk niet op bussen, treinen en op allerlei muren in de gewone leefomgeving. Maar wel op daartoe aangewezen plekken. Ik heb eerder al in de Dorpstraat zo'n muur laten neerzetten. Nou, dat is erg succesvol. Mensen waarderen dat ook. De ene verbeelding is mooier dan de andere. Dat is natuurlijk wel zo. Maar omdat het tijdelijk is, accepteert men ook de beelden die wat minder zijn. Maar meestal zijn het hele mooie verbeeldingen. En ik vind het kunstzinnig. En het hoort bij de jeugd. Na goed overleg met omwonenden krijgt de graffiti-muur later een plek in Park Lingenzegen. En over een paar weken kijken hoe die erbij staat in het park? En het kan zijn dat er dan wat anders op staat. Maar dat is ook de bedoeling van een legale graffiti-muur. Die moet gebruikt worden. Ja, klaar? Ja, dan. Ja, nee. Ja, ik ga veel